Dag lieve kinderen, het verhaal dat ik vandaag voor jullie ga voorlezen heet Deze ridder zegt nee. De liefste ridder uit het dorp was kleine ridder Finn. Hij stapte 's avonds zonder zeuren zelf zijn bedje in. Hij stopte altijd netjes al zijn speelgoed in de kast. Was dat niet lief, was dat niet zoet? Van Finn had niemand last. Hij ruimde thuis de tafel af en als zijn vader vroeg, haal je wat hout? Dan zei hij ja en hij haalde hout genoeg. En werd hij naar de tuin gestuurd om groene kool of sla, dan zei hij nooit, ik heb geen zin. Dan zei hij altijd ja. Soms kwam er als het donker werd een grote rode draak. Die zag je in de tijd dat er nog ridders waren vaak. Dan riepen alle ridders, Finn, naar binnen, nu meteen. En Finn die zei ja, hij ging naar binnen net als iedereen. Maar Finn was wel nieuwsgierig naar de draak. Hij keek naar buiten. Daar kwam het rode monster aan. Het zweefde langs de ruiten. Er klonk een zachte drakengrom en toen een drakensnik. Misschien, dacht Finn, heeft deze draak geen vriendjes, net als ik. Toen riep zijn vader, hoogste tijd om naar je bed te gaan. En Finn zei ja en hij trok meteen zijn ridderpyjama aan. Maar op een morgen voelde Finn een kriebel in zijn maag. Die kriebel kroop omhoog. Wat kwam hij doen? Dat was de vraag. Zijn moeder smeerde brood en zei, drink je alvast je thee? Toen schudde kleine Finn zijn hoofd en brulde luidkeels, nee! De thee viel om, zijn moeder schrok. Had ze dat goed verstaan? Daar was zijn vader. Ik ben klaar, zei hij. We kunnen gaan. Pak jij mijn pijlen en mijn boog, dan mag je met me mee. De kriebel klauterde omhoog en kleine Finn riep, nee! Het klonk heel luid en duidelijk. Dat was de tweede keer. Maar toen de slager vroeg, mag ik er langs? Dan zei hij het weer. Nee, riep hij toen de bakker vroeg, wil je een krentenbol? Nee, riep hij naar de visboer, ridders houden niet van school. Zijn ouders stonden stom verbaasd te kijken, alle twee. Ze vroeg, kom je eten, Finn? Maar kleine Finn riep nee. Hij hoorde een bekend geluid. Daar kwam iets aangevlogen. De rode draak, wat keek hij weer bozaardig uit zijn ogen. Wat was hij angstaanjagend met die stekels op zijn rug. De ridders waren bang. Ze riepen Finn naar binnen, vlug. Maar Finn bleef staan. Hij balde beide vuisten en riep, nee, gaan jullie maar naar binnen. Ik blijf hier, ik ga niet mee. De grote rode draak vloog nog een paar seconden rond. En toen landde hij voorzichtig, zonder brullen, op de grond. Wat ben jij voor een draak, riep Finn. En hij prikte in zijn teen. Je brult niet en je spuwt niet en je gromt niet eens gemeen. De draak blies hete adem uit en zuchtte. Weet je, knul, het maakt een draak heel eenzaam, dat voortdurende gebrul. Ik wil bij jou logeren. Vind je dat een goed idee? Finn wist niet wat hij hoorde en hij riep al bijna nee. Toen zag hij dat er tranen uit de drakenogen gleden. Zijn wiebelige kriebel zakte langzaam naar beneden en kroop weer in een hoekje ergens onder in zijn maag. Dat voelde goed. Logeren? Zei hij opgelucht. Ja, graag. De grote rode draak had het ontzettend naar zijn zin. Wanneer er hout gehaald moest worden, dan hielp hij kleine Finn. Heel soms had Finn een boze bui. Dan nam de draak zijn luid en speelde alle boosheid die naar buiten wou eruit. Ze riepen ja als iemand zei, nu slapen alle twee. Maar soms kreeg Finn de kriebels en dan riep hij lekker, nee!